denk je van de match tegen USA vanavond? Well, we gaan die compleet vernietigen, hè. USA. Gaat eraan, hè. Oh ja, Argentinië. Ja, Messi, hè. Maar voor de rest... Ja. Oh, we hebben nog altijd Courtois. We hebben nog altijd Courtois. Ja, inderdaad. Als ze nu doorzetten, nou, dan geef ik het mooie kansen. Ze juichen een beetje vroeg. Heel spannend. Het kan nog allemaal. Veel kansen gekregen en er zitten nog kansen en ik voel het aan mijn theewater. Wat vond je ervan? Ik vond dat ze beter gespeeld hadden dan de vorige matchen. Het was een beetje interessanter, het was meer spel en ze waren minder onder de bal kwijt. Gaan we nog scoren vanavond? Ik hoop het. Ik hoop het echt. Gaan we echt doorgaan tot de penaltyreeks? Nee. Ik hoop dat we echt eerst gaan scoren. Ja. We gaan dus niet moeten rekenen op Courtois. Hey, Courtois had echt wel al goed gespeeld, hè. Vorige match ook. Hè. Oh, ik vind Courtois wel tof. Ja, moesten we nu kunnen aanbieden, Courtois en hij samen op date? Goh, ja. Als hij trakteert, is het goed. We gaan zeker winnen, Een goede ding moeten geloven. En achter een goed land moeten blijven staan, dus we moeten blijven in geloven. Gaan we nog scoren vanavond? Hoeveel gaan we scoren? We gaan vanavond, ik denk, nog 2 goals maken. Wie gaat scoren vanavond? Volgens mij ik denk Fellaini. En op het einde Martens. Touche ensemble. Hey. Mooi. Zo goed heb ik het nog niet gezien, DWK. Van de Belgen? Van de Belgen dan toch. Ja, okay. Ja. Eerste 3 wedstrijden. Oké, niet bijzonder. Nu, mooi voetbal. Echt waar, mooi voetbal. Okay. Gaan we nog scoren vanavond? Als ze zo blijven spelen, zeker. Zeker. 2 keer moet zeker lukken. Ja. Gaan we dezelfde tour op of de Nederlands? Gaan we het afmaken in de allerlaatste minuut? Wie weet. Als het afmaken is het goed. Of het in de laatste minuut is of niet. Hoop jij ook op een match tegen Nederland? Nee. België? Nee. Hoop je dat niet? Nee. Als Nederlander die in Gent woont, nee. Absoluut niet. Come on, Red Devils! Mijn vriendinnen zijn mega pist omdat ik kei nerveus ben en kei enthousiast ben. Maar ze moeten echt... Nu komt er gewoon op aan voor uithoudingsvermogen en verder doen like dat ze bezig zijn door dat uithoudingsvermogen. En dan komt dat hoe. Hey. En wat gaan we doen in de volgende wedstrijd? Winnen! Denkt u dan? Zeker! We are the champions, my friend. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for me. Belgium! Hey! Het zal wel zijn. De kwartfinale was de verwachting en ze hebben dat goed gedaan. Dus, en als we nu niet winnen, dan is het binnen 4 jaar sowieso. Ja, sowieso. Topploeg, echt waar. Amai. Ik zou bijna denken dat ze er opgespaard hebben tot nu, maar dat kan niet, want die gasten zijn er altijd voor gegaan. De punten waren er, maar het niveau van spelen niet, maar nu wel. Ojo, echt waar. Ik ben blij, want die Amerikanen gaan nu eindelijk weten dat wij bestaan. Ze gaan een keer opzoeken en ze gaan weten dat België niet de hoofdstad van Brussel is, maar dat Brussel wel de hoofdstad van België is. En sowieso. Is een sowieso. Zaak, sowieso. Die mensen nodig IQ. I remember when I lost my mind. There was some so pleasant about that day. Maybe your emotions had an echo in so much space. Ja, het was net geen orgasme, net niet. Ik ben wel klaargekomen, maar het was net niet lekker orgasme. Het was net niet. Ik ben klaargekomen, maar geen orgasme, net niet zo. Alright, iedereen samen. Tous ensemble. Hey. Ik ben super blij. De Belgen kunnen het. I love you.